It's number one. Leuk dat je kijkt en welkom bij een nieuwe review. Mijn naam is Ruben Koet, de ride specialist van Nederland. En ook in deze video neem ik jullie mee naar een paar mooie attracties. Goedendag dames en heren, welkom weer bij een nieuwe kermisreview. Vandaag zijn we weer diep in Duitsland, in Bayern, in Deggendorf. En we nemen jullie even mee hier over de kermis heen. Gewoon even kijken hoe die buren hier kermis vieren. Hey jongens, wie herkent het nog? De Street Fighter. Ik ben ooit in Nederland gereisd onder Zeggers. Maar je herkent het helemaal niet meer terug, hij is nu wat zinniger. Hele mooie zaak hoor, hè? Bijzonder ratje, die heb ik nog niet gezien, dames en heren. Voor mij ook nieuw. De Looping Star is een loop in de loop, alleen de mensen hier in het dorp hebben daar echt geen zin in. Het is helemaal leeg. De Himalaya van Rilke, voor mij ook een nieuwe attractie, Show Muziek Express. Maar het is zeker geen mak, dat zullen we wel zien. Ik geloof dat er in Duitsland geen kermis bestaat zonder feesttent. Echt, overal heb je er eentje. Daar draait die hele kermis eigenlijk om. Kunnen we direct even een molletje bekijken. Wat een verschil, hè, met de Nederland. Achterlijntje erbij, schitterend in de ledverlichting. Heel mooi onderhouden deze baby op de hoek. Eindelijk, na jaren, hebben we eens een keertje met de achterwandje te pakken. Het is een Nauta Bussing Stardancer, zoals de tekendance van Van Waal in Nederland. Alleen deze heeft de achterwandje erbij. Kijk, die hebben ze erop laten zetten. Ah, dat maakt de zaak toch veel mooier in één keer. Zet ze niet overal, maar daar kan middenop staan. Ik heb een paar keer dus middenop gezien. Hier staat hij dus met achterwand. Ja, sorry dames en heren, ik kon het toch niet laten. We gaan toch even in de start even. Alleen voor het achterbandje al, hè. Het bijzonder is, hij draait twee kanten op vandaag. Dat is voorwaarts en achterwaarts, zoals ze zeggen. Maar niet met de klok mee, dat doet hij dan weer niet. We gaan even niet met de leden erin. Ik zie het dan van Waren dat ook, maar dat doet hij nooit.
wisselen. We gaan weer schakelen met die motoren. De rit is toch iets anders dan Breakdance hoor. Hij is omdat die kruisjes sneller draaien dan de hoogschijf. Iets anders. Maar ja, alleen een prik als ik merk dat. Voor normaal mensen voor de Breakdance. Voor dit soort kermissen zijn zulke torentjes nou leuk. Totaal geen bebouwing in de buurt en dat is een verreweg het hoogste punt. Ja, natuurlijk staat hier ook een reuzenrad. Maar als je naast een kerktoren zet, dan valt hij helemaal weg. We hebben het in Nederland natuurlijk ook wel eens gehad zo'n ding. Maar dat was gewoon een totale flop. Nou jongens, dat was de kermis hier in Deggendorf. Een of ander boerenrad. Diep in Duitsland. Maar ik moet zeggen, die boeren weten wel hoe ze kermis te vieren hier. Het is behoorlijk druk op de kermis, de zaken zitten vol. En er staat best een leuke opkomst. Ik bedoel, toch een breakdance, toch een reuzenrad, starflyertje, muziek express, alles erop en eraan. Ik ben erover te spreken. Ja, je zou vanuit Nederland niet snel oprijden, maar als je in de buurt bent en er is een kermis, dan moet je zeker doen.